Goed, drie keer won Erwin Dokter de rally in Hellendoorn. En misschien zal die komend weekend onttroond worden door Dennis Kuipers. En ben jij dan ontroostbaar, Erwin? Nee, echt niet. Gun hem van harte. Hij doet zijn best ervoor. Ik heb vorig jaar het stokje overgegeven. Toen heeft hij ook na 25 jaar had hij drie keer op rij staan. En, ja, want jouw record stamt uit 88, 89? Correct, 90. Ja. En pas vorig jaar was er iemand, meneer Kuipers, die zei van ik kan het ook zo rap. Ja. Eindelijk, ja? Ja, eindelijk. Ja. Ja, het heeft 25 jaar geduurd. Maar ik vond het wel heel leuk. Ik moet gelijk zeggen, het leukste vind ik dat het is iemand uit Twente. Ja. Dat doet je toch goed? Ja, dat doet goed. Dennis is een heel aardige jongen en hij rijdt hard. Het is een goed chauffeur. Dus ik zo. Een waardige opvolger. Waardige opvolger, ja. En toen heb je vorig jaar dus al het stokje overgedaan, maar officieel staat hij nu op gelijke voet met je. Ja, het is gelijke voet, ja. Ja, want dit keer moet hij bij de Hellendoorn Rally opnemen tegen zijn grootste concurrent Wevers. Ja, goed. Erik heeft 2 weken geleden nog in België gereden, stond ook niet stil. En wat aanloopproblemen, maar later in de wedstrijd kwam hij echt goed in het ritme. Dus nou, ik denk niet dat Dennis dit cadeau krijgt. Nee, je moet dus echt flink aan de bak. Nee, Erik kennende die geeft echt wel tegengas. Ja, dat geeft nog tegengas, ja. Ja. Dat is letterlijk en figuurlijk. Niet dat we daar ingefluisterd hebben of zo, helemaal niet. Maar ja, Erik rijdt ook voor de eerste plek. Zo simpel is het. Ja, precies. Hoe anders was dat in jouw tijd? Want jij was toen natuurlijk was echt een held. Ik denk dat jij op straat veel werd aangesproken, mensen achter jou aankwamen. Iedereen wist al wie jij was, toch? Ja, we hadden toen wel een beetje de eer natuurlijk dat we voor Ford Nederland mochten rijden en met fabrieksauto's. Dat was wel bijzonder in die tijd. En Ford, BMW, Opel, iedereen deed toen mee. Ja. En was natuurlijk een hele eer als je de sleutels kreeg en met zo'n auto mocht rijden. En hoezo kwamen ze dan bij jou? Want je moet dan natuurlijk als coureur goed zijn. Maar... Ja, dat is heel raar gelopen. In 87 toen kregen we een ingang bij Ford Nederland. En in 88 toen kwamen ze met een fabrieksauto van je gaat gewoon met deze auto rijden. Klaar, punt, uit. Zo ging het toe. Ja. Je kreeg een budget bij en goed. Ford, die tijd Opel, Mitsubishi, elk jaar was het een praatje, etentje, overleggen. Ja. Ja, goed, de lijn en dan ging het weer door. Ja. Dan ging het gewoon door, ja. Prachtige tijd. Een andere tijd is het nu. Ja. We gaan heel even naar het evenement toe, want onze sportverslagger Tijmen van Wissing, die is er al. Die hoort de motoren, denk ik, al wel ronken. Tijmen, waar sta je precies? Bij een prachtig. Ik sta hier op het serviceterrein in Nijverdal, waar de coureurs zich klaarmaken voor de rally. En een van hen is Dennis Kuipers. Ja, dat is toch wel de grote favoriet. Toch wel weer. Hè? Na 3 overwinningen moet je het vandaag weer doen en morgen. Ja, ik hoop dat het lukt. Het is elk jaar weer een nieuwe uitdaging. Toch verschilt de tegenstand weer elk jaar. Dus we zijn er klaar voor. Ja, we hebben Erwin Dokter in de studio zitten. Die heeft hem 3 keer achtereen gewonnen. Je hebt die ervaring ook gehad. Maar goed, dat wil je natuurlijk niet delen met hem. Ja, dat was natuurlijk super. Vorig jaar het resultaat was natuurlijk wel geweldig. En we hopen dat we ook dit jaar weer mogen winnen. Maar daarvoor is het nog een hele lange rally. Je ook nog heel relaxed. Prachtig man, toch? Die rally, 35e uitgave, mooi weer. Geweldige concurrentie, want Erik Wevers doet sinds lange tijd weer mee. Dus volgens mij moet je branden van furie. Ja, nee, dat klopt ook. Maar ik probeer ook al mijn energie te sparen om zometeen los te gaan. En we gaan zo op het podium in Hellendoorn en dan gaan we knallen. Ja, is de rally nou niet geslaagd als jij niet wint? Nou ja, dan is het natuurlijk wel een teleurstelling. Want je hebt natuurlijk geproefd aan het succes. En dat wil je natuurlijk elk jaar proberen te evenaren. Maar goed, helaas hebben we ook te maken met een mechanische sport. En kunnen er ook dingen stuk gaan of we kunnen zelfs van de baan vliegen, wat we niet hopen. Maar dat is natuurlijk op dit niveau zeker niet uitgesloten. Ja, ik heb al even mogen rondneuzen hier. Jullie laten niks aan toeval over. Hè? Alles is tot in de puntjes geprepareerd. Wat heb je nog gegeten, hè? Net zelfs? Ik zag je net even eten met het team. Ja, dat klopt wat je zegt. Probeer overal goed over na te denken. En dat helpt natuurlijk ook dat je een stuk ervaring hebt. En ik heb net inderdaad een klein stukje gegeten. Ook niet te veel, want daar heb je alleen maar last van. Dan kun je misschien onderweg nog verliezen. Ja, nou ja, daar heb je onderweg alleen maar last van. Dus kun je beter wat gematigd eten. In de afgelopen jaren heb jij 's avonds de slag al geslagen. Ga je dat vandaag weer doen? Ja, dat is voor mij moeilijk in te schatten. Ik weet niet wat ik van Erik moet gaan verwachten vanavond. Luttenberg is natuurlijk een proef wat echt wel een beetje een circuit is. Lange stukken. Dus daarin is hij met zijn 2 liter auto wel in zijn voordeel, denk ik. Maar we hopen het op de echte buitenproeven toch wel het verschil te kunnen maken. En daar gaan we voor.
succes en ga genieten. Dankjewel, doe het best. Ja, je hoort het Karin. Dennis Kuipers is dus klaar voor zijn vierde overwinning op rij. Nou, vanavond zijn er 5 proeven. 3 keer de Lutherbergproef en 2 keer Ypelo. En dan gaan ze morgen nog in Hellendoorn rijden, in Markelo en in Notter. Kortom, ja, de rally-liefhebbers die kunnen hun hart nog ophalen de komende dagen hier in en rondom Hellendoorn. Maar vanavond gaan ze dus van start in Lutherberg en daar is spektakel. Hartstikke mooi, dankjewel Tijmen. En veel plezier daar. Ja, wielen zitten er inderdaad wel onder die auto's. Gelukkig wel. Hij zegt, het is een mechanische sport. Helaas. Maar het is toch juist niet helaas. Het is toch all about de engine en de car. Ja, mechanische sport is juist leuk als je daar van die tijd mee hebt. Zijn auto's heel complex, er zitten heel veel dingen in. Ze zijn echt heel goed, die auto. Vooral waar hij mee rijdt. Als het iets stuk gaat, doe je het vaak zelf. Een keer misschakelen, overtoeren, niet ergens op letten dat je het ding warm laat lopen. Maar het is dus de behandeling van de coureur van de auto dat het soms kapot gaat? Ja. Maar goed, eigenlijk zo'n auto wat hij heeft, zit alweer een beveiliging op dat zo'n ding in het noodprogramma gaat lopen. Maar vaak zie je dingen aankomen dus je denkt van, ja, maar dat klopt niet. Wat maakt die auto dan zo goed, deze van de... Meneer Kuipers? Ja, goed. Het is een auto wat ze ook in het wereldkampioenschap rally's gebruiken. En dat wordt bij M-Sport ontwikkeld. En dat is zo'n verschrikkelijk goed team. Ja, ze rijden voor het wereldkampioenschap voor de eerste plekken mee. Dus dat soort auto's. Ieder boutje, ieder moetje, alles klopt. Ja, het is vooral natuurlijk de elektronica wat in zo'n auto zit. Alles wordt dubbel gecheckt en een hele speciaal versnellingsbak zit erin. Ja. Dat is gewoon echt wel een super ding. Hoe was dat in jouw tijd? Waren dat hele andere auto's? Ja, wel veel eenvoudiger. Toen wij begonnen, veel met achterwielaandrijvers, wat de mensen leuk vonden, spectaculair rijden, dwars gaan. Daar kon je echt zo lekker mee driften, hè? Ja, goed, het was vaak wel leuk. Alleen als het regende, dan was het ook wel angstig, maar er waren wel wat simpelere auto's, ja. Minder techniek erin. Maar goed, waren de rally's ook heel anders. Ja, in welk opzicht? Nou, als je een Hellendoorn rally van 1990 had, dan had je op vrijdagavond je 10 klassementsproeven. Ja. En vanavond zijn het er geloof ik... Thomas zei het net een aantal. 4 of 5 maar. En dan stond je vrijdagavond om 12:30 stond je nog in de Lemelenberg aan de start van de proef helemaal door de bossen heen. Ja, prachtig. En dat was echt een ruige rally. En dan was het ook gewoon voor de start van de proef van Theo Barenberg, als ze mooi kon zeggen, nou, dokter, concentreren. En dan was de gordel strak aan en nu gaan we het gewoon maken. Oei, oei, oei. Ja. Dan moest je gewoon eraan. We hebben daar nog wat beelden van uit 1993. Ja. Help ons even, want als het goed is zien we ze nu in beeld. En dan rij jij daar als het goed is. Weet je dat nog? Ja, dat is... Rijen dik, de mensen langs de kant. Je ziet het daar in de hoek. Zag je publiek en daar weer in de bocht. Ja, het gaat vrij rap in mijn ogen. Tenminste, ik red het niet met mijn dagje. Kun je dit nog herinneren? Ja, dat was een opname van 92 wat ik daar zag. Oké, 92. En dat was de Calibra. Ik weet niet zeker of ik het zelf was hoor. Misschien was het iemand anders. Ja. De cameraman van Oost in die tijd. Het zou Jimmy McRae kunnen zijn geweest. Ja. Die weet hoe ik ken de nul auto. Maar dat is wel de auto waar wij later mee gereden hebben. Ja. Ja, want jij hebt niet alleen Hellendoorn gewonnen. Je hebt een heleboel meer gewonnen. We hebben meerdere rally's gewonnen. Inderdaad. Je zegt we hebben meer gewonnen. Want het is vaak echt een team, hè? Waar je het Ik heb natuurlijk de eerste jaren met Pierre Krieger gereden. Uit Nijverdal. En later met Theo Barenberg en eigenlijk verder ook niet met andere mensen. Het is wel een teamsport. Je bent eigenlijk altijd met je monteurs onderweg. En altijd mensen, voor jouw geval, in jouw geval uit deze regio. Ook in Brabant is het een hele, wordt het omarmd, die rallysport. Ja. Maar wat betekenen wij, zeg maar, internationaal gezien? Zijn wij goed? In de rallysport is het wel moeilijk. Dennis was een paar jaar geleden in het WK heel goed. Eigenlijk zitten de Nederlanders veel beter in de racerij. Ja, natuurlijk Max Verstappen. Ja, uiteraard. Dat niet vergeten. Maar gewoon, ook in de tourwagenracerij zijn er heel veel goede coureurs in Nederland. Jeroen Blekemolen bijvoorbeeld, die doet knettergoed in Amerika. Ja. Jaap Verlagen. Gebroeders Huisman. Dus er zijn er wel een heleboel die het goed doen? Ja, die het echt heel goed doen. En ook jongens die echt goed betaald worden in de autosport. Ja, goed. Ja. Nou, autosport heb jij ook nog steeds omarmd, want jij doet nog steeds een heleboel met allerlei klassieke wagens. Ja. Gaan we het hopelijk een andere keer over hebben, want we moeten nog even naar een hobbyist. We mogen nog even naar een hobbyist, die ook dit weekend aan de start staat. En dan weet jij denk ik wel over wie ik het heb. Ja.
Ja, ja. Meneer Koenderink. Een vrij bekende auto in de regio rally, geloof ik. Maar zijn Ja, het is wel een heel bijzondere auto. Ik vind het eigenlijk jammer dat hij voor de rally's gebruikt. Ja, toch wel? Ja. Nou, we gaan er even naar kijken, naar die mooie auto. Dat is eigenlijk een hele oude motor. Die is in 65 is die al ontwikkeld. En in 71 hebben ze daar voor het eerst een 24 klepper opgezet. Dat betekent al dat het een 6-cilinder is. Het is een 3 liter, opgeboord tot 3,5. Dat mag dan binnen deze klasse. Ja, het brult. Het brult als een leeuw bijna. Bij definitie word ik er gewoon heel erg blij van. Dat is het meest makkelijke. Het is autosport, maar ook zijn hobby en de liefde voor auto's. Ja, je bent door de week eigenlijk deel daar met zaken, vergaderingen, personeel, beslommeringen, financiën enzovoort ben je bezig. Maar het is dan lekker op donderdagavond met een stel vrienden te gaan sleutelen. En af en toe één keer in de maand of één keer in twee maanden. Even een lekker weekend weg en lekker met de jongens te gaan rally rijden. Ja, dan kan iedereen zich, neem ik aan, voorstellen dat dat ongeveer leuk is om te doen. Dus dat is wat onze passie is. Met ons hele clubje zijn we elke keer toch wel heel blij dat we de finish halen. En af en toe dan ook nog met een leuke score of met een leuk kampioenschap. Ja, dan is het altijd... Dat is wel waar je het voor doet, absoluut. Kijk, de snelle jongens zijn snel, prima. Die gaan effectief door een bocht. Wij niet, maar wel dwars. En ja, dat is leuk. En wat is dwars dan? Dat de achterkant eigenlijk probeert de voorkant in te halen. En dat spelletje moet je zien onder controle krijgen. We hebben net al even een paar keer ietsjes gedaan. Het kan nou niet omdat de weg niet afgesloten is. Maar normaal kun je hier lekker even je gang gaan. En kun je lekker driften door de bocht. Door een bijzonder mooie proeven. Zeker als je rondom Holte kijkt en rondom dalen en zo. Schitterend mooi. Is een van de oudere rallies. Heeft natuurlijk een roemrucht verleden. Is altijd verschrikkelijk mooi te rijden. Is altijd wat bijzonders met rally. Met de Helmond Rally. Ja, die mag ik altijd heel graag rijden. En het is natuurlijk bij ons om de hoek. Hè? Dus heel leuk. Absoluut. We hebben er gewoon wat dat betreft van het weekend absoluut zin aan. We gaan ons best weer doen om wat verder voorin te komen, dus wie weet. Nou jongens, bedankt voor het interview. Wij gaan snel nog wat dingetjes doen voor de hele rally. Zien jullie daar ongetwijfeld nog wel even. Tot straks. Ja, echt een hobbyist, hè, Erwin? Ja. Mooi ja, om te zien, toch? Ja, dat is gewoon leuk. Die jongens hebben er echt hobby aan. Ja, en ook die mensen staan aan de start komend weekend. Dan ga je daar naartoe en dan zal iedereen aan jou vragen, doe je ook nog mee? Toch? Ja, die vraag die wordt een paar honderd keer in het weekend gesteld. Van, juk niet. Nee, maar dat is wel echt over en uit. Dat, ja, toch wel? Ja, af en toe als ik maak eens een keer een testrit of zo met een rallyauto. Dit is wat mij eigenlijk nog interesseert, is om een keer in Engeland in die gravelrally's te rijden. Dat vind ik wel leuk. En dan echt met de klassiekers ook? Ja, nou met de klassiekers, maar hier niet meer. Ik heb gewoon een hele leuke tijd gehad. Het waren bijzonder mooie jaren en die komen niet meer terug. En, ja, veel mogen winnen. Ja, het is nu de beurt aan Dennis en Erik. Nou, hartstikke mooi. We wensen ze veel succes. Dankjewel voor je tekst en uitleg. Graag gedaan.